Beste ervaren redenaars, beste sprekers in opleiding, beste Max Hamelaar academici. Havelaar academici, ongelooflijk. Vandaag is het voor de eerst dat jullie zo aangesproken kunnen worden. Max Havelaar? Ja, dat weet ik wel. Dat is van het merk van zuivere koffie. Max Havelaar, dat was toch een film met zo'n enorm opgewonden spreker erin die op het eind een woedende toespraak houdt tot een portret van Willem III en die dan zegt: daarbuiten worden meer dan 30 miljoen inwoners mishandeld, uitgezogen, vermoord en dat gebeurt in uw naam, in uw naam, in uw naam. Max Havelaar, dat was toch een roman? Ja, van Multatuli, van de Multatulistraat, inderdaad. Dat was toch ook die hele goede, misschien wel een van de grootste schrijvers van onze literatuur. En in die roman, dat is ook een beetje curieus, zat meteen ook de beroemdste toespraak van de Nederlandse taal. De toespraak tot de hoofden van Lebak. Ja, ah ja. En Multatuli, was dat ook niet de eerste klokkenluider in Nederland die nogal wat pittige ervaringen in Nederlands-Indië had opgedaan over het onrecht daar. Hij stelde dat aan de kaak in ideeën, in toneelstukken, in brochures. En hij was de schrik van de autoriteiten. Hij joeg met zijn scherpe pen de dominees van zijn tijd de stuipen op het lijf, maar ook de wetenschappers en mijn voorgangers, de hoogleraren Nederlands, die kregen er wild van langs. En ook de docenten Nederlands met dit soort priemende ideeën. Ik leg me toe op het schrijven van levend Nederlands, maar ik heb school gegaan, heeft hij veel docenten Nederlands een ongemakkelijk gevoel gegeven. Niet de mensen in deze zaal, want ja, dat was lang geleden natuurlijk. Het onderwijs Nederlands is nu veel verbeterd. Maar zeg nou eens een keer iets nieuws over deze Max Havelaar. Ja, over Multatuli is echt wel iets nieuws te zeggen, want we weten dus dat het een goede spreker is, maar wisten jullie ook dat het zo'n grote redenaar was in zijn tijd? Dat hij toespraken tournees heeft gehouden, dat hij echt op tournee ging en dat hij 140 toespraken in het land en ook zelfs over de landsgrenzen in België heeft gehouden, dat de mensen te hoop liepen, dat de mensen in volle zalen zaten en als hij ophield, dat ze riepen: nee, ga door, het is goed, het is interessant, hou niet op. Hij heeft een onbeschrijfelijke geestdrift teweeg gebracht en het was echt interessant om recensies te lezen van die tijd, namelijk: aan het einde van de wegslepende causerie was de geestdrift onbeschrijfelijk, of: het is verbazend, wat een taal. Echt betoverd door zijn taal waren de mensen. En in zijn literaire werk zijn allerlei archetypen ontstaan van sprekers. Dominee Wawelaar, fijne naam. We zullen er straks nog iets meer van zien. Maar dat was iemand die een donderpreek hield waar iedereen plat voor ging. Een slijmering, dat was een ambtenaar die nogal langzaam sprak, omdat hij het zo drok had. Ieder woord beëindigt met een punt. Wat dacht je van Droogstoppel? Batavus Droogstoppel, die met zijn schijnheilige drammerigheid ook een archetype, een bepaald soort spreker is geworden. Als je het werk van Multatuli leest, dan zit dat barstens vol met ideeën en met parodieën op de sprekers van zijn tijd. Bijvoorbeeld Thorbecke, die kreeg er enorm van langs met zijn sprekersstijl. En hij was echt een goede parodist. Dat is wat veel mensen niet weten. En je kan je dan afvragen, is hij een echt interessante persoon met zijn motto: wie verveelt, heeft ongelijk. Is hij dan de ideale spreker en de ideale spreekadviseur? Nou, ik denk, zijn toespraak tot de hoofden van Lebak heeft zoveel in zich dat mijn stelling vandaag is:
ja, we kunnen erg veel van hem opsteken. Toch zijn er tegenstemmen. Want we weten, Multatuli zag spreken als een kwaal. En als een kwaad dat bestreden moest worden. Hij vond het eigenlijk een beetje zonde van de tijd. Het werkte ook niet goed. Hij had ideeën. Hij wilde dat de javaan niet meer werd uitgebuit. En hij hield een schitterende toespraak. En wat zeiden de mensen? Wat heb je mooi gesproken. Hij zei, nee, de javaan wordt uitgebuit. Daar moet wat aan gedaan worden. Niks die mooie stijl van mij. Daar draait het helemaal niet om. Dus hij was nogal dubieus over de waarde van de toespraak als voertuig. En gelukkig heeft hij daar niet bij gelaten. Maar het was duidelijk, hij had een hekel aan schoolmeesters, aan droogstoppelachtige raadgevers. En een van zijn ideeën is ook, neem één raad aan, deze, dat je geen raad aanneemt. Ik krapte dus wel even op mijn kop toen ik het verzoek aan het inwilligen was om eens een boekje over de welsprekendheidsadviezen van Max Havelaar, van Multatuli dus eigenlijk, de schepper van Max Havelaar, te houden. Maar omdat ik heb gemerkt dat hij 140 toespraken met zoveel succes heeft gehad, dacht ik, ik waag het erop. En inderdaad, ik geloof inmiddels echt dat hij een soort van beschermheilige van de vlammende toespraak van het betoog genoemd mag worden.